plat. Kom staan. Met je voeten heupbreed uit elkaar. Ik zal mijn schoenen nog even uitdoen. Jij mag ook je schoenen uitdoen. In je voeten, zodat ze aandacht krijgen. Oké, linkerbeen, tik zij en je linkerarm zwaait mee. Stand knieën licht bogen, alsof het door water beweegt. Zachte vingers, opgetrokken lichaamshouding. Andere been, zij. Meteen bezig met balanceren. Op één been staan. Nog twee keer. En nog één keer. Laat je beide armen zwaaien. Tot schuin boven je hoofd. Schouders blijven laag. Nog vier keer. En lengte. Duw de vloer om je voeten weg. Om die lengte ervaren in je lijf, lichtheid, alsof je vleugels hebt. We cirkelen ons linkerarm omhoog en volgen naar achter. En rechterarm omhoog en volgen naar achter. Je heupen blijven recht. Bewust van je schouderbladen, plat op je rug, open je borst. Heel goed. Plaats je handen op je heupen en maak kleine cirkels. Naar voor, naar zij, naar achter, naar zij. 20% van je energie kost dit. Nog ineens. Easy going. Andere kant op. Het is ook lekker om af en toe het wat rustiger aan te doen. En niet al je krachten erin te stoppen. Alsof je wordt meegenomen door het water. Nog twee keer. Nog één keer. En eindig. In het midden. We maken kniebuigingen. Laag. En hier voel je iets meer kracht in die benen. En dan gedragen bovenlijf. Je armen gaan op een natuurlijke manier mee. Naar een buigende positie. En weer strekken. Let erop dat je tenen recht naar voren wijzen. Je voeten staan onder je heupen. Nog vier te gaan. 3, 2. En blijf maar beneden om die kracht goed te voelen. En tik je rechterbeen naar achter. Tik je linkerbeen naar achter. En links. Achtervloer met je hele voetstel. Naar achter. Terug. Links. Terug. En je houdt die buiging in de knie. Squat op één been, daar lijkt het op. Schouders laag. Laatste 4, 3, 2. En duw de vloer onder je voeten weer weg. Strik je beide benen op. Beweeg je armen zijwaarts en maak kleine cirkeltjes. Kleine cirkeltjes. 4, dit doe je om die schouders echt te laten zakken. Ga maar met je aandacht echt naar die schouderbladen. Armen stil. Lift je knie. Op en in. Op en in. Ook weer balanceren op één been. En automatisch span je buik en je rugspieren aan. Dat je wil blijven staan. Laatste 4. 3. Nog 1. Er komt wat bij. Linkerbeen gaat omhoog. Armen komen erbij. En beweeg opzij. Omhoog. En beweeg opzij. Omhoog. En beweeg opzij. Omhoog. En beweeg opzij. Kruis je linkerbeen achter en roll down. Wervel voor wervel. Hou de binnenkantbenen goed bij elkaar. Als je op je
diepste punt bent, voel je daar een stretch op de achterkant van je linkerbeen. Laat je hoofd helemaal hangen. En roll up. Wervel voor wervel. En herhaal. Roll down. Laat je armen helemaal hangen. En roll up. De rest van je lijf. Probeer op beide voeten. Rechterknie gaat omhoog. En opzij. Laat je armen gewoon natuurlijk bewegen. En het hoeft echt niet helemaal precies hetzelfde als die van mij. Als ze maar omhoog gaan. En opzij. En je focust op één punt in de ruimte. Zodat je goed in het midden sterk staat. Alle spiertjes, kleine spiertjes rondom je enkel, knieën, heupen, buik, rug. Stabiliseer je hier. Herhaal nog twee keer. Intentie dan het lesje hiervoor. Afwisseling in training is belangrijk. Breng je benen achter en roll down. Roll up. Laten we dit nog een keer doen. Roll down. Kijk naar je borst. En je mag je hier helemaal rustig bij voelen. Ben je erg gejaagd? Let dan goed op je adem. Iets dieper in, iets voller uitademen. En kom dan zitten op je mat. Met beide benen gestrekt. Armen voor. En buig je rechterknie, beweeg je rechterarm naar achter schuin. Kijk langs je schouder weg en probeer helemaal op je zitpotten. Trek je knieën op. En helemaal recht op je zitpotten. Adem uit, crunch. En adem in, strekken. Vanaf hier blijven we de buik opspannen. Voor een goede lichaamshouding. En om die buikspieren extra te trainen. Maar het belangrijkste... om je skelet te beschermen, je gewrichten. Kom helemaal rechtop. Rijp ver naar voren. En rol helemaal naar beneden op jouw tempo. Neem je armen schuin boven je hoofd, adem in. Blijf je benen wegstrekken. Kin naar je borst en roll up. Kijk naar voren. Kijk. Langs je borst weg, langs je buik weg. En neem je armen schuin mee boven je hoofd. En heb continu het gevoel dat iemand voor je aan je enkel trekt. Lengte in de rug houden en hier afrollen. Begin bij je stuit met afrollen. Helemaal tot je kruin. En nog twee keer. Hou de benen helemaal gesloten. Als je het gevoel hebt dat je heel hard aan het werk bent, 80% aan het werk bent op dit moment, doe het dan wat rustiger aan. Neem even een pauze, blijf eventueel even rechtop zitten. Adem drie keer vol, diep in en uit en pak de oefening dan weer op. Vanuit ontspanning werken we armen zijwaarts, laat je linkerbeen liggen en beweeg je rechterbeen in de lucht voor de leg circles. We cirkelen naar buiten. En naar binnen. Naar buiten. En naar binnen. Voel je gedragen door de vloer. Handpalm in de lucht. Trainen is ook af en toe een stapje terug kunnen doen. Ja, als je jezelf... altijd voor 200% geeft, dan brand je op een gegeven moment op, ook in de sport. Nog twee keer. En nog één keer. Pak je been vast. Kin naar je borst, roll up, elleboog naar buiten. Lift je been en wissel. 1, 2. En het
beste is natuurlijk. Sommige mensen willen elke dag sporten. Dat is helemaal goed, ook voor je mental health. Alleen wissel bijvoorbeeld je hardlopen is af met Pilates, inderdaad. Dus de ene dag hardlopen, de andere dag Pilates. Dan doe je weer eens een bodypump lesje. En dan doe je weer yoga. En op die manier kan je echt wel elke dag in beweging blijven. Laatste vier. Dan doe je echt elke dag hetzelfde. High intensity. That's the match. Het is ook belangrijk dat je lichaam herstelt. We doen er nog twee. En één. Beide benen in de lucht. Buig je beide knieën. Laat je armen open zakken. En we maken hip lifts. Stuit van de mat. En op. Neer. Strek je armen wat verder weg. Duw de achterkant van je hoofd iets steviger tegen de mat. En hou die knieën in een hoek van 90 graden. Oeps. En op. En neer. Alleen je stuit. Zip je navel in. Laatste vier. Drie. Twee. Eén. Single leg stretch. Lift je hoofd en schouders. Strik je linkerbeen weg op neushoogte. Laat je linkerhand boven op je knie. Rechterhand bij je enkel. En we gaan de benen wegstrekken onder en op. Bovenlijf blijft helemaal stil. Je mag je hoofd wel meebewegen als je dat... Als je merkt dat die nekspieren verkrampen, is het lekker om over je schouder weg te kijken. Blijf je navel inbewegen. In en op. En keep smiling. Nog 8. En 7. Links en neer. Op, kick rechts, kick links en terug. Hou je bekken stil, vooral als je je voet terugplaatst. Op, kick, kick en neer. En lift, kick, kick. En de laatste. Blijf wel boven met je bekken. En kruis je rechtervoet maar over je linkerdij. Net boven je knie. En laat je bekken weer zakken naar beneden. En op. Naar beneden. En geef wat tegendruk met je armen tegen de mat. Laag. En op. Nog maar 4. To go. 3. 2. En laat je knie gewoon zacht naar buiten vallen. Blijf boven. Laat je rechtervoet tegen de mat. Kruis je linkervoet over. En dan gaan we weer. Laat je bekken zakken. En laag. En laag. En nog maar 3 aan deze kant. 2. En 1. 1. Plaats je voet neer. Roll down. Laat je beide knieën naar links zakken. Doe maar op je zij. Omhoog. Linker elleboog onder je schouder. Rechter knie in één lijn met je linkerheup. Handen op elkaar. En we zetten af. We liften ons bekken van de mat los. En je opent je rechterarm. En zak weer naar beneden. En open. 2. Terug. 2. Hou de voorkant van je lichaam mooi open. Nog 4 keer. Drie. Twee. Je wilt weer een klein beetje ademen. Blijf er boven. Hand achter je hoofd. Kik je rechterbeen zij. En kik. En terug. En twee. Tot de heup. Hoogte is hoog genoeg. Kik. En terug. Blijf afzetten van je linker onderarm. Laatste 4 kicks. 4, 3, 2 en 1. Kom naar beneden, liggend op je zij. Met je onderarm en je hand als kussentje onder je hoofd. En strek beide benen maar weg. Hand voor je navel, lift two legs. En maak een sisser.
Binnenkant van je benen scheren langs elkaar. Zo. Zo. Tenen ontspannen. En hier heb je mooi even tijd weer om je bodyscan te doen van je voeten. Helemaal tot je kruin. Ga maar met je aandacht langs je lijf omhoog. En ervaar lengte. Ja, dan weet je als je je lang maakt, als je je benen wegrijkt, je kruin wegrijkt, dan weet je dat je de juiste spieren aanspant. Je houdingsspieren. Laatste 4, 3, 2. En we gaan weer door met de leg circles. Laat je onderste been zakken en cirkel je rechterbeen naar voor, omhoog en schuin naar beneden. Naar voor, omhoog en schuin naar beneden. Als je je been laat zakken, schuin naar achter, duw je heupen dan nog een klein beetje meer naar voren. Iets meer opening aan de voorkant. Dan houd je mooie balans. Eindig in het midden en reverse. Andere kant, achter, omhoog en schouders zijn laag. Gebruik de vloer als steuntje. Support jezelf omhoog. Kleine stretch. Kom in een deerpose, hertpositie. Voorste knie gebogen, achterste knie gebogen. En kom maar naar voren. Stretch voel je overal in deze houding. Binnenkant. Binnenkant van je voorste been. Buitenkant veel. Ja, stretch je rug. Rugspieren. Kom weer omhoog. Wissel van kant. Knieën gebogen. Knieën iets verder naar achter. Elleboog onder je schouder. Heupen naar voren. Handen bij elkaar. En we liften ons bekken. Open. 2. En terug. 2. Hier kun je goed kijken. Even checken of je elleboog recht onder je schouder is. Fijn. En wijk je arm zo ver als gaat. De laatste, blijven we boven. Plaats je hand achter je hoofd en kick je linkerbeen weg. En houding. Achter, omhoog en naar voren. En dan vloeiend.
groot verschil, maar als je vloeiend beweegt, doorgaand, zonder horten en stoten, dan krijg je het gevoel alsof het lichter is, hè? Dat je meer aan het dragen bent, je vertrouwt op je kunnen. Jouw hoogte van je been is belangrijk, op je eigen niveau bewegen. Hakken naar je zitvlak. Support jezelf omhoog. Voor de stretch. Rechterknie is gebogen. Linkerknie is gebogen. Achter. En kom maar naar voren. Richting de vloer. Adem nog twee keer. Vol diep in en uit. Strek je linkerbenen achter. En we liften arm en been op en neer. En op en neer. Het versterken van je rug, je buik. Coördinatie. Spider-Man, Spider-Woman. En op en neer. We maken hier wat meer herhalingen van. Van je stambeen wat steviger tegen de mat. Laatste 4, 3, 2 en 1. Hou je linkerbeen in de lucht. Plaats je handen wat wijder. En we maken een push-up. 2 en terug. Handen iets naar voren, merk ik. En 1, 2. Puntjes van je elleboog bewegen naar buiten. En je been blijft op exact dezelfde hoogte. Maar doordat je armen gaat buigen, lijkt het net alsof dat been omhoog beweegt. Hè? Maar dat is gewoon lekker stil. Heupbotjes wijzen richting de mat. Op 2. Verdeel je gewicht in het midden. Nog 2 push-ups. Nog maar 1. Goed zo. Kruip op je onderarmen. Plaats je linkervoet tegen de mat. Vuisten bij elkaar. En kom voor 30 seconden naar je plankpositie. Je mag ook op de knieën of gestrekte benen als je er naartoe bent. Laat je adem maar stromen in en uit door je neus. Vol en diep. Nog maar 10 seconden, mensen. Laat je knieën neer. Wandel op je handen. Op je knieën. Leg je vreven plat. Rechterbenen achter. Linkerarm naar voren. Lift arm en been. En op. En. Ga met je aandacht naar je rug. En voel die rug lang. Alsof je ruimte wil maken tussen al je werveltjes. Tot aan je kruin. Tot aan je stuit. Zitten. En nog 6. Nog 4. 3. 2. Hou je been boven. Plaats je hand neer. Plaats je handen buiten je mat. En we maken push-ups. 2 tellen zakken. 2. Terug. 2. En op deze manier ben je ook weer aan het balanceren. Adem vol in door je neus en uit door je mond, in door je neus. Omdat deze oefening wat krachtiger is, mag je best door je mond uitademen. Nog 3 te gaan. Zorg dat dat been licht blijft daarachter. En nog 1. Goed, grijp op je onderarmen, vuisten bij elkaar. Plaats je rechtervoet neer. Kom 30 seconden naar je plankpositie. Navel extra in. Weet dat je ook op je knieën mag.
in je lichaam. Dit soort oefeningen maken je niet alleen lichamelijk sterker, maar ook mentaal sterker. Plaats je knieën neer. Wandel op je handen. Tenen bij elkaar. En kom maar naar je child's pose. Ja, laat de spanning van je schouders die je hebt opgebouwd zakken. En kom dan liggen voor de laatste serie op je buik. Beide armen in een V wegstrekken boven je hoofd. Schouders blijven laag. En lift dan net als net tijdens de oefening op de knieën. Rechterarm linkerbeen en linkerarm rechterbeen. Op en neer. Laat die schouders maar lekker zakken, mensen. Op en neer. Op en neer. Je borst blijft op. En je lift je borst iets hoger als je je arm en been lift. Op en neer. Oké, en hoe is het met je buikspieren? Zijn die aangespannen? Of merk je dat je je buik loslaat tegen de mat aan? Voel die druk van die mat tegen je buik? En dat is een signaal om een klein beetje meer die buik in en op te bewegen. Ter versterking, hè? En voor het dragen en het beschermen van je rug. Nog twee. En nog één. Oké, plaats je handen onder je borstbeen. Ellebogen naar buiten. Lift to legs. Twee benen optillen van de vloer los. Twee. En drie. Vier. Ja, misschien je borst nog een klein beetje hoger. Iets meer je borstbeen liften. Voel de bovenbenen aanspannen. Nog maar twee. En nog maar één. Wel dan. Handen onder je schouders. Kom omhoog op je beide knieën. Maak een ronde rug met cat. Adem in, maak een wat rollende rug. Laten we het nog een keer doen. Bol maken, de spieren in je rug. Hele rug. Die beweegt wat uit de taille. Dus dit is een stretch voor je, vooral je bovenrug. En laat maar bol worden. En nu voel je wat meer rek over de voorkant van je lichaam. Buik, spieren komen op de bek. Neutrale stand van je rug. Stap je rechtervoet tussen je beide handen. Plaats je handen op je dij. En beweeg je gewicht wat meer naar voren. We hebben veel buikspieroefeningen gedaan, dus dan verkort die heupbuikspier. Het is wel lekker na afloop om die weer even op lengte te brengen. Plaats je handen aan weerszijde van je voet en beweeg je gewicht de andere kant op naar achter. En je mag je tenen in de lucht bewegen. Voel wat meer stretch over de achterkant van je been. Plaats je voet neer, buig je rechterknie en wissel. Linkervoet, stap hem ook weer tussen je beide handen. Plaats je handen op je linkerdij. Kom omhoog. En beweeg langzaam in die stretch voor je heup. Beweeg je gewicht naar voren. Alsof je een setje krijgt van achter. Plaats je handen neer. Beweeg je gewicht naar achter. Tenen eventueel in de lucht. De voet neer. Stap je achterste voet bij. Heupbreedte uit elkaar. Blijf een moment in deze vooroverbuiging. Pak je elleboog vast. Laat je hoofd helemaal tussen je bovenarmen zakken. En swing van rechts naar links. Als een klepel van een klok. Of als een schommel. Heen en weer. Knieën zijn wel gebogen.
weinig in het midden. En roll slowly up. Shake your schouders. Shake your shoulders. Laat alle overbodige spanning daar beneden op die vloer liggen. Kom helemaal rechtop. Adem diep in. Neem je beide armen mee de lucht in. En adem uit. Nog een keer. Adem in. Adem vol uit. Adem diep in. Adem vol uit. Nog eentje. Adem in, diep. Doe dat. Herhaal dit wat vaker deze dag. Af en toe even goed bewust zijn van je ademhaling. Zit je adem niet te hoog? Ben je niet te hard aan het werk? Zodra je dat merkt, neem even een stapje terug. Focus op je buikadem. En zo blijven we helder in ons hoofd, gezond in ons lijf. Ik wens jullie een hele fijne dag. En tot de volgende keer.